We gaan eens even koekeloeren met z'n allen naar deze microfoon hier van NZXT. De NZXT Capsule. Maar is deze microfoon wel zijn geld waard? Kom vandaag achter. Let's go! Yo, what's up? Dit is Maarten van TechTime hier en leuk dat je kijkt naar deze video. Ja, NZXT is dus de wereld van streaming binnengekomen en ze zijn lekker bezig geweest met hun allereerste microfoon. Maar de vraag is natuurlijk, is deze microfoon zijn geld wel waard? Ik geef je daar antwoord op in deze video. En bovenal, first things first, leuk dat je er allemaal bij zijn. En laat me even weten in de reactie beneden of jij deze microfoon zou aanraden of niet. Yes, oké, luister, we hebben hier dus de NZXT Capsule. Het is op zich best wel een leuke microfoon dit. Het ziet er best wel stevig uit, het ziet er best wel degelijk uit. Ik krijg hier wel het gevoel mee van, hey, dit is wel echt een product van NZXT. En dat zie je dan ook gelijk ook in het design. Het is ook echt dat typische contrast wat NZXT altijd ook al heeft met de andere producten. Het ziet er eigenlijk ook best wel gelikt uit, ook nog. Ja, eigenlijk is het wel zo dat normaal met microfoons, daar gaat het echt puur voornamelijk om geluidskwaliteit. Maar NZXT heeft zoiets van, oké, luister, we gaan ons focussen ook daarop en willen ook een beetje dat het een beetje goed eruit ziet. Dus qua design is dit zeker wel een interessant microfoontje. Hè? Kijk, moet je eens even nagaan dat als je lekker zo bezig bent en je hebt bijvoorbeeld die microfoon hier voor je snuffert staan bijvoorbeeld, dan zie je dit zo op deze manier staan. En ik vind het wel wat hebben. Nou, deze microfoon neemt dus op 24-bit 96 kHz. Dat is het maximale wat deze microfoon dus aan kan. Normaal is het zo dat als je wat beluistert is het 24-bit en dan 98 kHz. Maar deze microfoon kan dus opnemen op 24-bit 96 kHz. Dus hey, het is wel een leuk begin om zo te horen. Nou, deze microfoon is dus gewoon letterlijk gemaakt voor plug and play en simplicity. Ze willen hiermee dus gewoon dat je eigenlijk gelijk out of the box al een hele leuke geluidservaring al hebt. Dus aan de onderkant heb je dus USB-C en ook nog eens een 3,5 mm audio jack. Nou, de enige wat je echt kan gebruiken is de USB-C poort. Die sluit je aan op je PC en in die 3,5 mm jack doe je bijvoorbeeld je eigen headset of je eigen oortjes, zodat je jezelf kan horen en dat je eigenlijk als het ware een soort van microfoon feedback hebt. Nou, even aansluiten en gelijk wordt die dan ook herkend op jouw Mac, Linux of eventueel ook nog eens op Windows. Het werkt gewoon gelijk out of the box. Je hoeft eigenlijk niks meer aan te passen. Het is gewoon plug and play and you're ready to go. Nou, je hebt aan de voorkant heb je ook twee van die hele mooie knopjes zitten. Hartstikke leuk dat erop zit. Nou, de bovenste is voor je microfoon gain en die daaronder is voor jouw headset. Dus bijvoorbeeld je oortjes of je output of in ieder geval voor die 3,5 mm jack, dat je daarmee het volume mee kan aanpassen. Hartstikke leuk dat erop zit, alleen die knopjes zijn wel mokergevoelig. En zeker als je bijvoorbeeld ook die Bose knop indrukt, dan mute je ook je microfoon. Maar dat draai je ook iets aan het knopje en als je hem even naar rechts draait, dan klinkt jouw microfoon gelijk als een soort van ear rape. En dat is niet zo heel chill om te hebben. Wat ik heel graag had gezien hier bij dit bovenste knopje, is dat er een soort van, ja, een soort van ringetje eromheen zat, die ook aangaf hoe gevoelig het is. Stel je microfoon gain, die staat helemaal op nul. Nou, dan brandt er dus geen ledje, maar staat die helemaal op 100%. Er zijn in één keer alle ledjes aan bijvoorbeeld. Dat je toch een soort van visuele feedback hebt van hoe hard staat nou die microfoon. Wel een hele leuke toevoeging is ook die lettering die eronder zit. Stel jouw microfoon die staat dus aan, dan zie je dan ook zo'n witte letter onder staan. Het is alleen niet puur wit. Het is een beetje richting aqua blauw. Het is echt van dat, ja, ik ben heel slecht met kleuren zo gezegd, maar het is echt van dat hele lichte zeekleurachtige blauw. Het is niet helemaal wit, maar je ziet dat er nog een klein tintje blauw erin zit. Maar druk je dat knopje in, dan wordt die lettering rood en dan neemt hij ook totaal niks meer op met wat er gezegd wordt. Nou, druk je dan nog een keer dat knopje in aan de bovenkant, dan is die ring weer wit. Dus ja, neemt het weer op. Hoe is dan die geluidskwaliteit? Kijk, je wilt gewoon lekker mee gaan streamen. Je wilt gewoon lekker mee content maken. Maar dan wil je wel dat het een beetje oké geluid is. Weet je, ik ga maar eens even omprikken. Ik ga eens even switchen naar die NZXT microfoon. Komt-ie. Dit is dus hoe de microfoon klinkt als ik er zo mee aan het praten ben. Ja, hartstikke leuk ding trouwens. En het valt je misschien al direct op dat het geluid al heel neutraal is. Het is heel plat, er zit heel weinig bass in. Het is eigenlijk gewoon heel standaard. En dat is wel een dingetje wat deze microfoon dan heeft. Nou, deze neemt dus standaard op maximaal 24-bit 96.000 hertz. En het is qua geluid is het eigenlijk wel prima op orde. Wel is het zo dat je bijvoorbeeld in OBS of met Audition, dat je gewoon heel veel toffe effecten aan kan toevoegen, zodat het net even wat dieper wordt of dat het geluid net even wat beter klinkt. Maar er is wel even een ding waar ik wel mee zit en dat is eigenlijk de noise aan de achterkant. Want je hoort het toetsenbord
En dat is behoorlijk irritant. En ben je nou bijvoorbeeld lekker aan het gamen, dan zit je zo lekker met je muis te wegen. Klik, 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 klik. Dat hoor je dus ook. En het is heel irritant als dat telkens blijft horen. En ik had eigenlijk wel stiekem gehoopt dat er eigenlijk zo'n softwarepakket voor beschikbaar is van NZXT zelf, waarmee dit gelijk mee uitgefilterd kan worden. Dus eigenlijk zo out of the box. Dit is het geluid wat je krijgt. Dit zit gewoon rechtstreeks in mijn PC. Dit is het geluid wat je dan kan verwachten. En als gewoon leuk een muziekje eronder prikt of zo, dat het eigenlijk wel een prima mic is voor eventueel je streams. Maar ik denk wel dat als je even net wat meer controle wil hebben over jouw microfoon, dan is een extra softwarepakket wel voor nodig. Dus ik hoop stiekem wel dat NZXT eens met een softwarepakketje gaat komen, waarmee je bijvoorbeeld de equalizer kan instellen, eventueel een compressor, een noise gate of eventueel zelfs nog een noise removal tooltje. Ik denk dat als NZXT dat gaat toevoegen, dat dit echt wel een killer van een microfoon is hoor. Absoluut. Maar ik ga weer switchen naar mijn eigen microfoon. Dus we gaan dit weer aan de kant zetten en gaan we door. Out of the box is het dus een prima microfoon. Iedereen weet wel hoe je een kabel moet gaan aansluiten, toch? Nou, dat is ook wat NZXT wou gaan doen met deze microfoon. Ze hebben zich dus meer gefocust op de wat luxere audio-kwaliteit, maar dan ook zo simpel mogelijk. En op zich is dat eigenlijk best wel goed gelukt. Al ben ik er niet helemaal mee eens met sommige keuzes die ze hebben gemaakt. Maar die knopjes aan de voorkant die zijn wel ontzettend gevoelig. Het is wel zo dat telkens als je het wat aanpast, je ziet ook niet wat er gebeurt. Ja, het enige wat je ziet is bijvoorbeeld in je eigen monitoring software dat in één keer het volume keihard omhoog gaat. Maar ik had liever gezien dat er een soort van visuele weergave is. Met bijvoorbeeld wat ledjes of zo. Of zo'n draairingetje of weet ik van wat. Waarmee precies wordt aangegeven hoe hard hij staat. De microfoon is prima. Het is een leuk microfoon. Geeft neutraal geluid. Je kan er lekker mee fine-tunen met jouw favoriete audio software. Het is gewoon echt wat je zelf hoort. Dat hoor je ook in die microfoon. Dus niet met hele leuke equalizer eroverheen. Of met de compressor. Of met noise gate. Dat is ook wel gelijk een punt wat dit een minpunt maakt van deze microfoon. Want voor €129 heb je bijvoorbeeld al de Elgato Wave 3. En de Elgato Wave 3 heeft deze functionaliteit allemaal weer wel. Oké, out of the box experience is die van Elgato wel een stukje minder. Maar Elgato heeft dan wel weer een softwarepakket wat de microfoon net even wat luxer weet te maken. En je hebt natuurlijk ook nog voor pak een beetje zo'n €20 extra, heb je de Rode NT-USB. En dat is ook een knijtergoeie USB-microfoon die plug-and-play werkt en gewoon heel erg sterk is. Dus ik zit er eigenlijk wel een beetje mee van, ja, NZXT, je geluidkwaliteit, ja, het is heel plat, het is heel neutraal, maar je kan er lekker mee doen wat je wilt. Je kan er lekker effecten overheen gooien met je favoriete programma. Maar de concurrentie is moordend. Zeker ook met het geluidstestje wat ik net heb gedaan. Eigenlijk zou het geen slecht idee zijn voor NZXT als ze een optioneel softwarepakket gaan maken, waarin heel makkelijk een paar instellingen aangepast kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld de noise gate of noise reduction. Dat eventueel dat getik van je toetsenbord weggefilterd wordt. Of bijvoorbeeld ook nog eens een equalizer om jezelf net even wat meer bass te geven als dat nodig is. Of eventueel ook nog eens een compressor mogelijkheid. Ik denk dat als die functies nog aan toegevoegd zouden worden in een optioneel softwarepakket, dan is dit echt een killer microfoon. Maar voor nu, €129 vind ik net iets te veel. Het is een leuk begin van NZXT dat ze dit zijn gaan doen. Maar er moet nog wel even wat meer werk aan de winkel gedaan worden. Het is een leuke start. Er moet nog wel wat meer gebeuren. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Ik zou dit meer gaan plaatsen richting de €109 ongeveer. Ja, nee, €90 was wel een sweet spot geweest. Maar ik zeg, het is NZXT en die focus meer op design en premium en luxe. Dus dan denk zo snel op €109. Zou je deze microfoon zelf halen? Of heb je zoiets van, nee, ik kijk even verder. Laat even weten in de reactie beneden. En vertel me ook even waarom dat zo is. Als je zelf nog wilt hoe dit eventueel klinkt in bijvoorbeeld streams, check dan vooral even mijn Twitch. Twitch.tv/PolarisLive. Normaal elke maandag, woensdag en vrijdagavond live. Wellicht dus door ook nog eens een keertje. Ik zou het tof vinden als er ook thuis erbij bent. En binnenkort ga ik ook minimaal 24 uur streamen voor het goede doel. En ik zou het tof vinden als je erbij bent. Gaan dingen weggegeven worden. En er gaan heel veel toffe andere dingen nog gebeuren. Dus dat wil je natuurlijk niet missen. Hou het kanaal in de gaten. Hou mijn Twitch in de gaten. En dan wil ik je ontzettend bedanken voor het kijken naar deze video. Thanks voor al je support. Thanks voor het intunen. Stay man the flipping awesome. En zoals altijd zeg ik weer, tot ziens.